Voorzitter, voorzitter, als ik even mag. Als ik, mag ik sta hier met blote voeten en het wordt me onderhand een beetje koud. En ik kom net terug van vakantie en ik kreeg dit voor mijn kiezen. Er is de pleuris uitgebroken bij rietvogels. Wat is er dan aan de hand? Er is helemaal niks aan de hand. In de zomer wordt het toch niet gevoetbald. Dat weet iedereen. En dan komt die VVD, die al met een grote bek over iedereen moet zijn eigen broek maar opbouwen. Nou, dan doen we dat. Wat doen ze nou? Dan wordt de hele rietvogels opgehangen. He, alleen een paar van die plantjes. En we redden ons dan goed zo. En laten we gaan, zou ik zeggen. Leefbaar Almelo is gewoon voor iedereen privatiseren. Desnoods met een wietplantage. Waar kan dat toch schelen?